voordat we überhaupt nog bij dit fort zijn aangekomen, heeft Devin dit al gevonden. Ja, en dit is echt een serieuze kogel. Ook als je voelt hoe zwaar die is. Het is echt serieus. Dit zijn niet die losse vlodders die we normaal altijd vinden. Dit zijn de kruipruimtes. Dit is de kruipruimte. Deze ruimtes werden gemaakt voor als de vijanden kwamen en ze het fort al helemaal veroverd hadden, dat ze in ieder geval nog konden ontsnappen via een bepaalde route. Dus dit is eigenlijk een soort van een vluchtroute midden in het fort, door middel van ondergrondse gangen. Mijn naam is Govert Zweep, ik ben 20 jaar oud en ik hou van avontuur. In deze serie neem ik jou mee naar de meest indrukwekkende verlaten locaties over de hele wereld. Het binnentreden is niet altijd even makkelijk. En tijdens mijn zoektocht naar oude overblijfselen gebeuren er de spannendste dingen. Je kijkt naar verboden toegang. Naast de politieschool waar ik in het vorige avontuur ben ingesneakt om een verlaten vliegtuig te zien, ligt de fort. Dit fort is ook een onderdeel van de politieschool en wordt gebruikt voor schiettrainingen. De enige manier om ongezien binnen te komen is om via de andere kant over de gracht te gaan. Dit fort lijkt op een fort die ik ooit al eens eerder heb bezocht. Maar het is een andere. Maar het hoort wel bij dezelfde verdedigingslinie. Welkom dus weer bij dit gloednieuwe avontuur. Voordat ik zo meteen deze video ga opnemen, wil ik jullie even wat gaan vragen. Zouden we op deze video de 5000 likes kunnen halen? Als jij nu kijkt en een blauw duimpje achterlaat en we met z'n allen dat gaan doen, dan moeten we die 5000 likes wel kunnen halen. Dus dat zou super zijn. Voor de rest heb ik niets meer te zeggen. Ik heb heel veel zin om hier naar binnen te gaan. Dus laten we het bootje gaan opblazen. Of ja, bootje is meer een soort van... Kijk zelf maar. In plaats van een bootje hadden we een tweepersoons luchtbed waarmee we de gracht over moesten. Maar voordat we dat konden doen, moesten we eerst een geschikte plaats vinden waar we het water over konden steken. Hey, daar is ook nog een steigertje. Alleen het probleem is dat we nu wel bij een soort manege of zo terechtkomen. Ja, we zijn dus nu even aan het zoeken waar we het beste met ons luchtbed, onze matras, te water kunnen gaan. Zodat we en makkelijk op het water kunnen komen en ook weer makkelijk aan land kunnen komen zometeen aan de overkant. Daarachter is iemand aan het werk, dus hier kunnen we sowieso niet het water overheen. Want ja, de kans dat hij een politie gaat bellen is natuurlijk best wel groot. Dit fort hoort namelijk nog steeds bij militair domein. Het wordt zelfs af en toe gebruikt voor oefeningen. Dus om die reden moeten we wel even voorzichtig zijn en zorgen dat niemand ons ziet wanneer we het water overgaan. Volgens mij is dit misschien wel een mooie plek, hè? We hebben geen bootje, maar we moeten de gracht over. Maar we hebben wel een luchtmatras. Tweepersoons luchtmatras. Die is best wel sterk aan de onderkant, dus hij wordt hopelijk ook niet zo snel lekker geprikt. Zou het natuurlijk wel altijd kunnen, hè? Het kan altijd. En helemaal met wat hier allemaal voor shit in het water ligt. Maar we gaan dus proberen om met dit luchtmatras naar de overkant te peddelen. We kunnen maar met z'n twee tegelijk. Dus één iemand moet heen en weer en die moet de hele tijd klantjes op pikken. Net als een echte pont, zeg maar. Ja, dit is gewoon even onze pont voor vandaag. Denk je dat het gaat lukken met al die harde takken hier aan de zijkant? Ja, 10 euro. Dan mag je over. Nee, het gaat zeker lukken. Terwijl ik het luchtbed aan het opblazen was, vond Devin ineens een kogel. Op dit terrein schijnen dus ook nog allerlei munitie te liggen, bommen. Ik weet niet of we het vandaag gaan vinden. Ik hoop het natuurlijk wel. We gaan daar hard voor naar zoek. Maar ja, voordat we überhaupt nog bij dit fort zijn aangekomen, heeft Devin dit al gevonden. Ja, en dit is echt een serieuze kogel. Ook als je voelt hoe zwaar die is. Het is echt serieus. Dit zijn niet die losse vlodders die we normaal altijd vinden. Dit is gewoon echt het kogeltje wat wordt afgevuurd, wat dan uiteindelijk in iemands lichaam belandt. En ik heb net gehoord van Stef dat deze uit een soort van meteor komt. En die kon dus echt bovenop dat fort staan en hier naartoe schieten. En dat het daarvoor eentje hier zo is rondleven. Dit is echt een serieus kogel. Dit is serieus. Dus dit belooft goed. We gaan hard zoeken daar binnen. En ik hoop dat we vette dingen gaan doen. Eerst nog maar naar de overkant zien te komen. Want... Dat moest inderdaad eerst nog maar even gebeuren. Op een luchtbed deze gracht over. Niet de makkelijkste manier, maar het was mogelijk. Dus we deden het. Oh shit. Allemaal takken. Oké. Okay. Ja? Moeten we hier onderdoor? Kunnen we niet beter daarheen? Echt een kutroute, man. Oh shit. Dat is allemaal kapot geroest. Oké, hier moet hij niet aankomen. Dan gaat hij direct lekker. Wow. Ja, maar je kan hem hier sturen wel. Je kan... Pak het beet. Je ziet het, dit is allemaal doorgeroest. En dit is super slecht voor de boot. Het kan in één keer het laten doorprikken. Dus hier moeten we oppassen. Ja. Maar hey, jij kan, of ik kan eruit. En ook de andere jongens kwamen aan land. En nu was het tijd om deze ondergrondse gangen eens goed te gaan ontdekken. Oké, mensen, kijk eens aan. We zijn bij het fort aangekomen. En als het goed is, kunnen we hier al naar binnen. Kijk eens.
zijn dit echt kruipruimtes, want daarachter zie je een gangetje die nog naar links en rechts doorgaat. Volgens mij zijn dit echt de kruipruimtes van het fort die we hier gevonden hebben. Ik ga eens even een kijkje nemen om te checken of dat ook zo is. Maar ik zie echt een gang naar links en rechts gaan die super smal is. Dus het zou heel goed kunnen dat we dus zo'n kruipruimte gevonden hebben. Let's go. Oh, what the fuck, een skelet. Kijk eens, gast. Zie je dat? Holy fuck. Kijk eens. Dit is echt een skeletje van, wat zal het zijn? Van een rat of zo? Rat? Nee. Muis, rat? Kijk, het loopt echt heel lang door, hoor. Hier, wacht, moet je eens checken. Kijk eens, ik heb geen idee wat het is, maar het is een skelet van iets best wel langs. En hier ligt ook nog een klein stukje bot. Hier ook nog een mini stukje. Hier zelfs. Nou, dat maakt het extra vies om naar binnen te gaan. Maar ik wil alsnog even checken of dit zo'n kruidruimte is. Dus ik ga gewoon. Wow. Dit zijn de kruipruimtes. Dit is de kruipruimte. Kijk eens wat we hier zien. Links aan die kant een kruipruimte. Maar ook aan deze kant. En dat loopt nog naar links toe. Deze ruimtes werden gemaakt voor als de vijanden kwamen en ze het fort al helemaal veroverd hadden. Dat ze in ieder geval nog konden ontsnappen via een bepaalde route. Dus dit is eigenlijk een soort van een vluchtroute midden in het fort. Door middel van ondergrondse gangen. Ik vind die allemaal gangen. Deze gaat naar buiten toe. Maar ik wil natuurlijk nog niet naar buiten toe. Ik wil eerst nog al deze gangen hebben onderzocht. Wow! Bro, dit, dit is ziek. Ja, inderdaad. Dit is de hoofdingang hier zo. Ik kan nog niet echt lezen wat hier op heeft gestaan vroeger. Maar je ziet nog duidelijk een soort oude tekst die hierin stond. Maar we kunnen hier dus nog verder. Dus even kijken wat we hier allemaal aantreffen. Wapens werden opgeslagen, bommen, munitie, al die dingen. Want die worden vaak in losse kamers opgeslagen achter een hele zware, goed beveiligde deur. Dus waarschijnlijk gebeurde dat in deze kamer. Wat vet om te beseffen. En in de kamer hiernaast vonden we een geheime doorgang. Een ondergrondse geheime gang gewoon. Kijk deze deur dan ook. Ziek, hè? Yo! Wil je nou zien wat onder in deze kamer zit? Check dan even op het kanaal van Tim en Devin. Zij zijn hier net naar beneden gegaan. Ik ga nu naar een ander deel van het fort, want er is nog veel meer te vinden hier. Maar dit wijst er echt op dat dit fort nog veel meer geheime dingen te bieden heeft. En op het moment dat ik deze kamer uitliep, hoorden wij een hond blaffen. Stef? Stef. Oké, duidelijk hondengeluiden. Wat de fuck? Kom weg, we moeten nu hierheen. Weg, man. Kom. Oké, we hebben dus hondengeluiden gehoord. En er liggen hier, er zitten hier hondenpootjes in de vloer. Verschijn hier eens. Ja, dit zijn hondenvoetjes. Kijk eens. Dat zei ik toch. Oké, maar dat betekent dat er een hond op dit terrein loopt. Dat betekent dat er een beveiligingshond hier loopt. Dat is heel kut. Maar die gaat... Ja, dit is heel even serieus fucking lijp. We zien duidelijk allerlei voetstapjes van honden in de vloer. Daarnaast horen we een keiharde hond ploffen. Door de weer. Dit is duidelijk een beveiligingshond. Hoor je echt die? Ja. Het ergste is nog dat je ook hondenafdrukken ziet in de vloer. Oké, we zoeken nu een hele snelle uitgang om hier zo snel mogelijk weg te gaan. Maar aan de andere kant van het fort ligt ons pootje. Oké, let's go. We probeerden om via de ondergrondse tunnels naar de andere kant van het eiland te komen. Er was namelijk minder kans dat de hond in deze tunnels zou lopen dan op het gras bovenop het eiland. Yo, wat is dit dan? Het is een soort van, het is een huls, volgens mij zo'n losse vlodder. Dit gebruiken ze om te schieten.
Hoe leuk het vinden van zo'n kogel is, het enige waar ik echt aan kon denken, is het zo snel mogelijk vinden van een uitgang aan de andere kant van het eiland. We liepen dan ook zo snel mogelijk door deze tunnels heen om weg te gaan en het bootje in te kunnen. Naarmate we steeds dieper en dieper onder de grond kwamen, kwamen we kamers tegen waar nog oude spullen lagen. Kisten waar vroeger munitie in heeft gezeten en matrassen waar de militairen op konden slapen. Jongens, nu begin ik echt te zijn wel bang te worden. Het is echt een ziek doolhof, hè? Nee, maar dit heb je nog niet gezien. Kijk, what the fuck? Dit zijn cellen. Zijn het cellen? Ja, volgens mij misschien wel, ja. Kijk, hier is. Hier gaat het ook weer helemaal door. Letterlijk aan alle kanten waar we uitkomen heb je gangen van kilometers lang. We moeten maar gewoon eentje kiezen, maar ik kan oprecht al niet meer herinneren hoe we precies hier naartoe zijn gelopen. We komen van die kant, maar we zijn ook net links, rechts gegaan, naar onder, naar boven. Dus we zijn nu ergens op het eiland, onder de grond. Dat is een vliegtuig. Dat is een vliegtuig. Oh, dat klinkt ook allemaal zo eng vanuit die hoek. We liepen snel door in deze gang en kwamen uiteindelijk gelukkig bij een uitgang. We waren aan de andere kant van het eiland waar ons bootje lag. Maar nog voordat we bij ons bootje kwamen, kwamen we een klein hutje tegen. En daar vonden we iets wat erop wees dat er duidelijk een beveiligingshond op dit fort rondliep. Yo, hey, dit is voor die honden. Dit is zo'n luik voor die honden. Kijk maar. Wat, hey, dat wijst wel echt op dat hier dus gewoon honden rondlopen. In ieder geval één beveiligingshond. Ja, dit is een trainingsparcours voor de hond. Kijk, jawel. Jawel. Kijk, hier kan die hond doorheen lopen. Ja, dit is een trainingsparcours voor die hond. Zie je dat? Hier kan die doorheen lopen. We dachten in één keer, wat doen die hekken hier? Maar dit is dus voor die hond. Oh mijn god, het begint echt steeds enger te worden. Want zo'n hond die het hier beveiligt, hè, die is er gewoon op getraind om je te bijten. Weet je waarom? Hij is niet gewend dat hier mensen komen. Wij zijn het water overgegaan, hè. Kijk, hier zit ook zo'n band hier. Het ziet er wel allemaal wat oud uit, moet ik zeggen. Maar dit is duidelijk dus voor een politiehond. Yo, dit zijn ook allemaal weer oefeningen voor die honden. Zie dit. En naast deze honden zagen we ook brandweermannen en politieagenten aan de overkant van het eiland staan. Deze waren aan het trainen op de politieschool. Het was nu dus echt tijd om er snel vandoor te gaan en onze spullen te pakken. Het avontuur was nu dus ook afgelopen.